Goed opletten, want jij bent misschien wel de volgende die een kleine krijgt. Ja. 10 jaar geleden, Varia. Bijna 11 jaar geleden, toen was jij de kleine. Dat is uit beeld. Wat lief. Super lief. Jenny had toch gehoopt dat het nog even zou duren, Banka. In ieder geval, je eet nu nog. Dus het zal nou nog wel meevallen met je bevalling. Zie je Faya ruiken bij de moeder? Oh ja. Nou loopt hij vast. Kom op, Banka. Nou, doet die baby die maar uit, want dan kunnen we verder. De gaap is dit, denk ik, gewoon. Door, ga door. Loop niet vast. Nou, Bankaatje. Het heeft vandaag niet zo mogen zijn, denk ik. Als het straks weer donker is, komt de baby misschien. Het is erg onrustig, hè, meisje. Ja. Ik sta tegen de muur. Oeh, spannend, Banka. Arme meid. Maar als dat kalfje nou komt, zou mooi wezen. Ja, 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 ja. Ze is een rots. Het leek even of dat de kleine daar lag. Bankaartje, bankaartje, draaien. Niet die kant op bevallen, hè. Daar loopt Fahim. De dames zijn nog lekker aan het eten. Banka was wel heel rustig, maar nu is het weer rustig geworden. Kom op, Banka. Die kleine komen. Super spannend, Banka. Oh, er is nog een beetje mest. Ja. Moet ook gebeuren. Kom op, baby olifant, nu kan ik het nog zien. Banka, Banka, toch, wat heb je toch zwaar vandaag? Liggen. Hoort er volgens mij niet bij. Banka, wat ga je even een powernap doen of hoort het bij de bevalling? Jullie bevallen toch nooit liggend? Dat geloof ik niet. Besloot ook te gaan slapen. Welterusten, dametje. Maar gelukkig bleef Lieke nog wat langer wakker. Thank you.
Thank you.